Kilometer, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal, Nina Donkers. Mijn naam is Nina Donkers, voor mij zou niet weten. Sorry als ik een beetje aan het roepen ben, want de treinen zijn vrij laat. Maar ik ga niet te veel praten vandaag, ik ga gewoon de treinen zelf laten rijden en daar een mooie beelden van maken. Een soort van compilatie eigenlijk van een beetje alles bij elkaar. Op dit moment rijdt dus de HST, die rijdt op het spoor. En de Industrial Freight, die rijdt op het spoor. Nou, op deze manier zie je er natuurlijk niks van, dus ik ga mooie beelden maken. Dus geniet van deze video. En dan zie ik jullie waarschijnlijk aan het einde van deze video. Gentlemen, for the first time in history of British model railroading, we got a race between the Duke of Gloucester and the West Ham United. On your mark, get set, go! Kutzooi, dit stond toch verkeerd? De Duke of Gloucester heeft verkeerde start, maar haalt al snel terug in. En de Duke of Gloucester houdt de West Ham United in is. Nee, het moet dringend gaan opschieten. Oh my yes, West Ham United komt nu ook op stoom. West Ham United is trager dan de Duke of Gloucester. Maar West Ham United heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij een korter spoor moet afleggen. We hebben nog twee ronden te gaan, dames en heren. Nog twee ronden. Plaats uw bidden nu nog, het nog kan. Plaats uw bod nu nog, voor het te laat is. En de Duke of Gloucester haalt terug de West Ham United in. Ja, dus West Ham United heeft dus niet zomaar gewonnen. Heeft nog altijd de binnenbocht en gaat nog sneller. En de Duke of Gloucester die gaat weer sneller door de laatste bocht. En we gaan zo de laatste ronde in. De bieden is gesloten, dames en heren. Dus nu of nooit. Wie wordt het? Wordt het de Duke of Gloucester of de West Ham United? We gaan het nu zien. En het is. Het is een fotofinish, maar uiteindelijk, dan kijk naar de jury zegt toch, het is de Duke of Gloucester die gewonnen heeft. Jawel, dames en heren, jawel, de Duke of Gloucester heeft gewonnen. Na zijn slechte reputatie als gewone stoomlocomotief heeft hij dit helemaal volbracht. Een applaus voor de West Ham en voor de Duke of Gloucester City. En de West Ham United die komt er nog rustig aan gestoomd. Helaas geen prijs voor jou, beste vriend. Maar je krijgt wel eeuwige roem. De Duke of Gloucester is uiteraard de grote winnaar. En hij verdient deze prachtige trofee. En de Duke of Gloucester krijgt deze prachtige trofee gepresenteerd door Donkes Nino. En dan wil ik u allen thuis bedanken voor het kijken naar deze prachtige race vandaag. En de mooie combinatie van alle vorige modelterreinen voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een interessante dag vonden. Ik vond het alleszins heel interessant. En dan hoop ik jullie tot een volgende keer te zien. Dit is het einde van de Hoornmislecht treinweek. Oh, ja, we weten het allemaal. Het is jammer, het is jammer. Maar er hoeft niet getreurd te zijn. Dit zal nog heus niet de laatste treinvideo zijn die ooit wordt gefabriceerd op het kanaal van Donkers Nino. Ik wens iedereen een fijne dag. Mijn naam is Roger. Roger Dodger.
en Erik, tot de volgende keer. In naam van alle deelnemers en in naam van Donkers Nino zelf ook. Een enorm fijne dag toegewenst. Tot de volgende keer. Later.